en minder bekend, maar ook een initiatief dat ik onvrede is geworden, is het online platform We Are Change. En dat is een Engelse term, omdat het ook een wereldwijde organisatie is. Aangeschoven is dan ook Maria van Boekelen van We Are Change Rotterdam. Welkom, we hebben met jou denk ik een nieuwe journalist in huis, We Are Change Rotterdam. Waar komen jullie eigenlijk voor op? Nou, een hele nieuwe representant van een hele nieuwe beweging. Ja, We Are Change NL is een onafhankelijk journalistiek platform. Zoals je al zei, we zijn onderdeel van een internationale grassroots movement. Een netwerkorganisatie van mediamakers die zelf media zijn gaan maken. Omdat ze gefrustreerd waren over het feit dat de mainstream media of dingen links liet liggen of zeer eenzijdig belichten. Zeg je daarmee dat de klassieke media, de media zoals we ze kennen, kranten, tv, de programma's waar we allemaal mee bekend zijn, dat die niet onafhankelijk zijn? Nee, dat zijn ze niet. Voorbeelden dus daarvan? Nou, ik denk dat als je naar geldstromen kijkt, dat het wel duidelijk is hoe de media presteert. Dat is of onder druk van advertenties, kijkcijfers of bij de overheid. Of aanvasten, heen en weer. Is dat ook iets waar jij dan druk over maakt? Dat we weten dat het ene programma mag je aanschuiven, mag je niet bij het andere programma? Ja, ik denk dat het duidelijk is dat er keuzes gemaakt worden. En ik denk dat het duidelijk is dat iedereen dezelfde talking heads elke keer maar weer ziet. Met dezelfde mantra's die we elke keer horen. Maar daarvan kan je niet zeggen dat het niet divers is. Of het is niet gevarieerd. Tuurlijk, het is ook niet divers genoeg. Dus dat is een ook-situatie. Maar het feit dat er zo weinig aandacht wordt gegeven aan zaken die echt relevant zijn. Denk ik dat het logisch is dat er mensen opstaan die zeggen van nou luister eens, dan doen we het zelf wel. Dus het is weliswaar een beweging tegen die conservatieve ingepakte media, maar die wel positieve bijdrage heeft met de creatie van een alternatief. Oké, snap ik. Maar hoe weet ik nou, ik heb natuurlijk jullie website bekeken, hoe weet ik nou dat alles wat daarop staat, dat jullie niet dingen links laten liggen of rechts laten liggen? Hoe weet ik dat nou? Natuurlijk laten wij dingen links of rechts liggen, alleen maar omdat het feit is dat wij daar gewoon een baan naast hebben en dat wij niet de geldstromen kunnen bereiken die bijvoorbeeld bij de publieke omroepstandaard van je belastinggeld geïnd worden. Dus natuurlijk kunnen wij niet alles kofferen, dat is ook niet het streven. Het streven is om op basis van de huidige mainstream media om daar een alternatief aan te bieden die dieper ingaat op zaken die er toe doen. Toch, Maria, blijf je een beetje praten rondom het wel of niet onafhankelijk zijn van de huidige media. Je zegt, ja, het is niet gevarieerd genoeg, daarom zijn we ingesprongen. Ze laten dingen links of rechts liggen, daarom kiezen wij zelf ons invalshoek. Maar jullie claimen op jullie website dat de huidige media niet onafhankelijk is. Geef daar toch eens wat voorbeeld van voor beide geldstromen. Nou, voor beide geldstromen, ik denk wel dat dat een heel belangrijke factor is. Dus je kan zeggen, nou, dat parkeren we even. Ja, je hoorde net al het wielen en dealen met politici, wie er aan tafel komt, of dat nou, of dat er gewoon onderwerpen afgesneden worden. Wat bij Pauw ook volgens mij pas nog gebeurd is. Dat was toen een voorbeeld wat je gemaakt. Nou, ik vond het voorbeeld van Bart Chabot in deze zin wel aardig, die op het laatst door Pauw gezegd werd, toen hij aangaf van, joh, we hebben hier toch wel een smoking gun, een zaak van nationaal belang. Dat is het zaak Demming, dat daar heel kort door Pauw gezegd werd van, nou, dan moeten we toch nog maar nog wat meer body hebben om dat substantie te geven, informatie. Weet ik het? Ja, de zaak Demming wordt van mijn kant al belaagd met de zaak Demming. En dat is een bijzonder gecompliceerde zaak. En als je dat niet heel erg goed in de mail sturen, en misschien wel met een paar woorden voor ons. En daarvoor is het programma gewoon niet geschikt. Mensen moeten wel in één keer kunnen begrijpen waar we het over hebben. En dat is met deze zaak. Maar is dat niet een beetje een heel slecht excuus? Kijk, je zit daar natuurlijk op. Ja, je zit al om 11 uur, hè, zit je daar aan tafel. Je wordt dan gezien als een programma waar informatie naar voren komt, waar zaken besproken worden. Het is echt een talkshow die ertoe doet in Nederland. Dus dan heb je zo'n zaak Demming. De zaak Demming heeft alles aan uitgezocht. We hebben steeds gekeken wat zij had, of ze goede mensen had, of ze een verhaal kon vertellen. Het kan gewoon niet, het begon gewoon niet te vliegen. En waarom vliegt het niet? Omdat het zo complex is. Het is misschien weer geschikt van een krant of zo. Maar Maria, jullie geven ook op jullie website heel veel aandacht aan die zaak, denk ik. Waarbij ook weer criticassers van jullie zeggen, ja, jullie zijn denk alleen maar in complottheorieën. En om dat noemertje van onafhankelijk, gaan jullie je eigen complottheorieën publiceren. Het is heel makkelijk om mensen altijd weg te zetten met complottheorieën als ze niet mainstream mee nadenken. Dus ik vind dat een frame, ik verzet me daartegen, ik wil daar ook niet mee meegaan. Ik vind de zaak Demming is van belang, van nationaal belang. Er komen dadelijk getuigen voor waar zowel Opstelten als Steven en Demming in de rechtszaal komen.
En daar zou dan de media geen aandacht aan geven. Die getuigen voor het centraal. Zeg dan niet dat de media geen aandacht aan geven. Ze hebben daar tot op heden ook aandacht aan gegeven. Als goede reden is besteden. En het begrijp ik hem niet gedacht. Maar je kan het me niet wijsmaken dat de publieke omroep het niet op een begrijpelijke manier voor zou kunnen brengen. Als wij dat ook kunnen doen. Oké, we gaan even van deze zaak af. Mag ik nog even misschien aan tafel de naam van Demmink noemen? Ja. Een affaire die al jaren doorrot. Die betrekking heeft op het feit dat er binnen het ministerie van Justitie mensen werkzaam zijn geweest of nog zijn die zich hebben schuldig gemaakt aan pedofiele praktijken. Die worden daarvan beschuldigd? Ja, precies. Ja. En je weet zelf ook dat er heel veel al boven water is gekomen waar onder leiding van minister Opstelten eigenlijk met een weggekeken is voortdurend. En het zou misschien heel mooi zijn voor de opvolger van Opstelten als hij misschien zich wat meer ook daarin zou verdiepen in die Demmink-affaire. Vind je niet? Ja, ik moet je zeggen dat ik daar iets genuanceerder over denk dan jij. Nog genuanceerder? Nou ja, in de zin dat ik heel erg veel mensen van alles hoor zeggen zonder dat ze met een bewijs komen. Ik zou even vertellen over bewijs gesproken, Jeroen. Ja? Ik heb Yvonne Kuls gisteren gesproken. Dus schrijft zich daar heel erg druk over gemaakt. Dat is ook bewijs, maar... Nee, maar ik heb haar gesproken. Ja? En niet zij zelf als bewijs natuurlijk niet, maar zij wist me te vertellen dat de afgelopen maanden er door justitie schikkingen zijn gedaan met slachtoffers van onder andere mensen die voor Demmink gewerkt hebben. En dat gaat om hele grote bedragen. Mensen die nu zo 40, 45 zijn, mannen, over het algemeen, bijna allemaal eigenlijk. Die dus als kind misbruikt zijn door mensen van justitie. Het zijn allemaal grote bedragen. Het gaat over 60.000, 70.000 euro per geval. Er zijn meerdere gevallen op basis van de getuigenverklaringen van de slachtoffers en van Yvonne Kuls. Ja, maar de zaak ligt nu al onder de rechter, dus daar moeten we ons even niet mee bemoeien. Nee, maar het is wel iets van, weet je, wat wel nou eens een keer in het volk niet mag komen, al die jaren van etteren en doorrotten. Het Openbaar Ministerie is bezig de zaak te onderzoeken. Het Hof in Den Bosch, geloof ik, heeft de vervolging of een onderzoek bevolen. Dus die zaak loopt en is op dit moment... Is er een betrokkenheid voor u bij deze zaak eigenlijk? Nee, maar ik wil eigenlijk ook wel even mijn juridische stem laten horen. Ja, Geert. Ja. Nou, zeer welkom, Geert. Okay. Bart, jij hebt in ieder geval nu nog even ons hier op attent gemaakt, omdat dat iets is wat jou kennelijk raakt, omdat je denkt, daar is een kwestie aan de gang en daar wordt veel van... Nou, er zit heel veel stront in de doofpot. Precies, daar zit veel... Net als dat digitale bonnetje opeens wel boven water komt. Oké, het gaat er vast nog een keer over. Ik probeerde me er niet nu van af te maken, maar eigenlijk wel trouwens, want we zijn aan het einde van ons gesprek. Oh. Maar bovenal, we zullen toch eerst wat meer informatie moeten hebben hierover, willen we daar enige substantie aan kunnen geven. Toch?